gezien, die is met Leroy weg. Dus daarom hebben wij deze gelegenheid aangenomen. Want we zouden om 6 uur samen moeten ook nog komen. Gaan wij het hebben over de, hoe heet dat nou? Baby shower. Een baby shower. Nou, ik weet het niet. Wij hebben dat nooit gedaan vroeger toen die kinderen geboren werden als baby shower. Nee, wij hadden geen baby shower. Nee, en ik weet helemaal niet precies wat het inhoudt. Misschien weet Samar het, misschien deed hij dat vroeger wel. Dus dat gaan we zo horen. Volgens mij is het ook overgewaaid uit Amerika. Dus vlak voor de bevalling, niet te lang ervoor, ga je een soort feestje met elkaar. En dan geef je allemaal cadeautjes, rompertjes en allemaal dingen die ze kan gebruiken en zo. Al die eerste dingen die ze nodig hebben. Want vaak hebben ze natuurlijk zelf niet zoveel centjes. En dan kan je helpen met dingen en zo. Ja. En dan geef je zo'n feestje. Oh, daar komt ze. Hi. We moeten zeker staand vergaderen hier in de winkel. Ja, klopt. Ja. Staande houding schijnt heel goed te zijn. Ja, het is gezond, hè? Ik sta de hele dag al. Een feestje bouwen is nooit een probleem voor de familie. Een vrije dag vinden wel. En een baby shower organiseer je ruim voor de baby komt. Het is een pre-birthday, maar Het is heel voor de bevalling, maar je weet nooit wanneer ze gaat bevallen. Dus je moet wel een beetje drie, vier weken ervoor doen, lijkt me. Ja, zoiets. Dus eigenlijk begin september? Nee, eind augustus. Dat kan niet, dan ben ik zelf 60 jaar, word ik. Kunnen we het dan niet gewoon september doen? Nee, is dat heel lastig? Is dat veel te laat? Ja, dan zit ze zij helemaal met zo'n hele dikke buik. Ja, ze puffen. Ja, en dan heeft ze misschien ook alles al gekocht. Nou ja, laten we eerst bij het begin beginnen. We moeten ook zorgen dat hun natuurlijk niks op die datum hebben. De agenda's zitten overvol. De enige manier om Leroy en Maxime een datum vrij te laten houden is door een goede smoes te bedenken. Dirk gaat zogenaamd hun uitnodigen voor een etentje met zijn ouders omdat het zelf jacht was. Ja, en jullie ook uiteraard. Dus we gaan ergens Laten lunch. En dan denkt ze, wat leuk, gaan we eens eten met Dirk en Marjona en dan krijgt ze een vreselijke baby shower. Max die gaat natuurlijk helemaal uit de plaat. Max die heeft eigenlijk nog nooit een verrassingsfeestje gehad. Nog nooit. Niet voor een verjaardag. Niks niet. Die organiseert er zelf altijd wat. Dus ik denk wel dat ze heel verrast gaat zijn. Dat ze het heel leuk vindt. Moeten we ook muziek of hoeft dat niet bij een baby shower? We hebben toch jouw beatbox? Ja, we hebben toch een moeite. Ja, is dat voldoende. Oh, dus niet O'Gene of zo? Nee, natuurlijk niet. Nee, geen O'Gene. Jij hebt maar leuke playlist. Oh, nou oké. Dan doen we geen O'Gene. Nou ja. Wacht, ik weet het. Misschien is het leuk om dan... er is zo'n bepaald drankje, dat is van het rozenwater. Dat is roze. En wat nou, dan hebben we dus een frisdrank. En wat nou als er dan bijvoorbeeld ook, als je dan alcohol wil, een bubbel, een prosecco of zo, met roze kleur. Roze prosecco. Dat is leuk. Dat klinkt heel gezellig. Ja, nou ja, het is hartstikke leuk natuurlijk. Weet je, dan hebben we weer wat om handen, weet je. Best leuk, feestje organiseren. Nou ja, we hebben dus nu besloten dat die doet dat. Erika doet de versieringen. Nou, ik heb mijn eigen naam nog volgens mij helemaal niet gehoord wat ik moet doen. Ja, nou. Eer, wat was mijn taak? Nou, zie, het is helemaal nog Je hebt eigenlijk helemaal nog geen taak. Ik heb geen taak. Zullen wij samen de aankleding doen? Nee, dat doe ik wel dat ik het huis helemaal aan kans heb in de tuin. Ja, dat is altijd. Dat is niet extra. Wij doen samen de aankleding wel. Oh, dat doen wij samen de aankleding. Oh! Want ik heb... Wat doe je nou weer? Ik stook tegen de tafel. Je weet hoe klein het hier is. Maar ik heb jou eigenlijk helemaal niet ingedeeld. Nee, nou, dat doe ik samen wel met jou de aankleding. Ja. En de glazen klaarzetten. En dan wil ik die toilet schoonmaken. Toilet doen en zo. En dan doe ik dat suikerrandje. Weet je wel, heb je glazen en dan doe ik de suikerrandjes. Nou ja, weet je, dus dan kijken we helemaal naar uit. Eind juli zijn we terug van vakantie geweest. Zijn we allemaal lekker getent. En dan gaan we leuk de baby shower doen. Ja. We moeten eigenlijk... Oh, weet je wat ik ook altijd zo leuk vind? Laten we ook een baby shower app. Nee. Ja. Oh. En straks Ziet zij op jouw telefoon of zo. Als ze dan wel ergens... Zij is natuurlijk heel uitgekookt. Het is weer een heleboel gedoe natuurlijk allemaal. Maar ja, als het eenmaal zover is, is het wel leuk. Wij zijn nooit vies van een feestje. Wij vinden dat leuk, gezellig, mensen praten. Ja, misschien nog een klein beetje dansen of wat dan ook. Ja, nou, ik vind het leuk. Ja, een klein wijntje of zo. Op een baby shower. Volgens mij is dat helemaal niet gebruikelijk. Oh, nou, ben je het is trouwens maar van 3 tot 6, hè? 6 uur. Alsof je tussen 3 en 6 geen wijn naar binnen kan en gezellig dansen. Nee hoor, dat komt helemaal goed. Dan lig ik om 7 uur 's avonds helemaal. Oké, Martin, muziek. Ja, ik regel de muziek. Helemaal leuk. Nou, die gaat bijna weer vallen. Helemaal Donna Summer. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.